De dag begon normaal voor de Willem II'ers. Met een training dus waarbij wel opviel dat Ruud Boijmans erg makkelijk scoort. Hij liet dat in de competitie al 19 keer zien en ook vandaag was hij trefzeker. Na de training loopt het in en rond het stadion van Willem II behoorlijk vol. Veel kinderen zijn met hun ouders naar de club gekomen voor een rondleiding. Een handtekeningensessie met de spelers of de persconferentie voor kinderen. Ruud Boijmans, hoe oud ben je? Hoe oud ben je? Wat? Hoe oud? Wat zeg je? Hoe oud denk je? Je moet niet zeggen. 40? Ja, bijna. Ze ziet er wel uit. Ze ziet er misschien wel uit inderdaad, maar ik ben 24 jaar. Oké. Denk je dat je volgend seizoen net zoveel doelpunten gaat maken als Pelle? In de Eredivisie. Als we promoveren, inderdaad, en we spelen in de Eredivisie, wordt dat denk ik heel lastig om zoveel doelpunten te maken. Maar ik ga het wel proberen. Bij een journalist moet je toch uitkijken wat je zegt. En bij de kinderen kun je gewoon heel eerlijk zijn. En dat is alleen maar leuk. Ja. Wat wou je worden als je geen profvoetballer was? Ik wil altijd piloot worden. Kinderen vragen toch altijd rechtstreekse dingen eigenlijk. Hè? Die denken er niet bij na. Die hebben er ook geen achterliggende gedachten bij. Dus die... die vragen het gewoon. Was je vroeger ook voor Willem II? Nee, heel vroeger was ik voor Ajax. Ben je nu nog steeds voor Ajax? Nou, als ik heel eerlijk ben, dan vind ik Ajax wel de mooiste club, ja.